Robbie en Tiffy op avontuur. Voor mij was de tyfoon liefde op het eerste gezicht. Van alles wat ik tot dan toe aan jachtvliegtuigen had gezien, zag deze er het agressiefste uit. Dat was een geweldige ontmoeting voor de eerste keer die tyfoon te zien. Vergeleken bij alle andere jagers, de Hurricane en de Spitfire, was dit een veel robuuster toestel dat met een zware bewapening van 4 kanonnen en 8 rockets of 4 kanonnen met een bom, kon dat voor de vijand een heel gevaarlijk wapen zijn en dat is ook wel gebleken. Toen en daar was de tyfoon mijn toestel van de toekomst. Ik besloot alles in het werk te stellen om bij een tyfoon-escadrille te worden ingedeeld. Ik moest eerst in Canada mijn opleiding in de Tiger Moth behalen om überhaupt in een jachtvlieger voor de Engelse Royal Air Force te mogen vliegen. Ik had namelijk een probleem dat steeds grotere moeilijkheden gaf. Feitelijk hadden ze mij moeten afkeuren, dat waren ze ook van plan. Omdat ik dus altijd luchtziek was, waren er geen instructeurs meer die met mij wouden vliegen. Dit trad alleen op als de instructeurs aan de stuurknuppel zaten om te demonstreren hoe een bepaalde oefening gevlogen moest worden. Ik spuugde alles uit wat ik in me had. Vooral de acrobatiek, voor een jachtvlieger van het allergrootste belang, was een ware hel. Toen ben ik bij die commandant geroepen en die zei, zou je niet verstandig doen en ermee uitscheiden? Ik zeg, nou, dat zou de grootste desillusie van mijn leven zijn. En laat mij maar geen instructie meer geven. Ik zal me goed aan de orders houden en ik zal zorgen dat ik voldoende mezelf bijbreng om straks voor het examen te slagen. Ik mocht blijven. Mijn instructeur demonstreerde met een modelvliegtuigje de bewegingen in de lucht en legde uit welke handelingen daarmee gepaard gingen. Dan werd ik er op mijn eentje op uitgestuurd om wat hij mij getoond had in de praktijk te brengen. Ben ik te lang op mijn rug blijven hangen, dan loopt die carburator leeg en die motor die sloeg af. Dus daar zat ik. En dan het enige wat je doen kunt, is duiken. En dan als je dan heel hard optrekt, dan gaat die propeller wel, maar hij deed helemaal niks. Dus nog een keer geprobeerd en toen wist ik dat ik alleen maar een noodlanding kon maken. En ik had een mooi terrein in de gaten, maar ja, zo'n noodlanding wist ik veel. Ik dacht, dat lukt wel, maar er stond een hele grote hooiberg voor me. En ik trek dat toestel in een wanhoop net voor die hooiberg op. Ik wip er overheen en dat toestel dat dondert zo recht naar beneden. Maar dan ook wel helemaal loodrecht naar beneden. Aan het einde van de opleiding moest ik mijn laatste vliegtest doen en ik hoefde niet de gebruikelijke noodlanding te maken. Ik kreeg voor dat onderdeel een hoog cijfer en slaagde. In Engeland werd ik verder opgeleid voor het vliegen in Spitfires en Hurricanes. Als Nederlander werd je opgeleid voor dat Spitfire Squadron 322, maar er was langzamerhand zo'n grote wachtlijst dat ik zag mezelf al op een goed moment terugkomen in Nederland en zeggen, God, ik heb wat mooi boven Engeland gevlogen om te oefenen, maar aan echt oorlog voeren ben ik nooit toegekomen. En dat was voor mij aanleiding om een andere weg te kiezen. De tyfoon had me nooit losgelaten. En toen ik hoorde dat de meeste tyfoonpiloten vrijwilligers waren, leek mij dat de oplossing. Op dat moment zag ik mij er zelf helemaal bij horen.
De tyfoon stond bekend voor zijn verliezen. Er werden veel verliezen geleden, omdat het type aanval, gronddoelen, natuurlijk altijd heel gevaarlijk is, omdat je te maken hebt en met de vijandelijke jagers en met de luchtdoelartillerie van de grond. Ik weet helemaal niet, als ik niet op die manier mezelf daar in die tyfoons gewerkt had, of ik gewoon echt nog oorlog gevoerd had. Eindelijk was het dan zover en zat ik klaar in de cockpit. Heel belangrijk was het testen van het zuurstofapparaat. Bij de tyfoon kon je niet zonder zuurstofmasker op vliegen. Het eerste werk wat je deed als de motor aangezet werd, om dat masker voor je neus te houden, om niet van die gassen binnen te krijgen. Een laatste controle en ik opende langzaam het gas. Ik kon de machine maar nauwelijks op de baan houden en draaide het toestel naar rechts over het veld heen, zodra de wielen van de grond waren. Gelukkig waren daar geen obstakels en kon ik verder klimmen naar grotere hoogte om bochten en acrobatiek te oefenen. En opnieuw had ik het heerlijke gevoel dat dit mijn machine was. Na 15 uur ervaring mocht ik naar Normandië, waar ik ingedeeld werd bij de 124ste Wing, vlak bij de frontlijn. De Wing bestond uit 4 escadrilles die ieder 24 piloten en 24 tyfoons behoorden te tellen. In het begin was het operationele vliegen erg wennen. De hoeveelheid indrukken gedurende zo'n vlucht was zo groot dat ik moeite had om mijn positie in de formatie te handhaven. En vooral het hergroeperen na een aanval gaf mij problemen. Als je van een duik overgaat in een klimpositie, dan is het door de zwaartekracht dat ook het bloed uit je hoofd naar beneden wordt gedrukt, blijkbaar. En dan heb je een gewone blackout. Dus je moest altijd zorgen dat je machine zo getrimd was. Trimmen is dat je een toestand hebt waarin, als je de stick los moet laten en het voetenroer en al, het vliegtuig toch blijft klimmen. Dus vanwege je gewond raakte en toen de hendel of de stuurknuppel los moest laten, dan zou dat toestel toch klimmen en je kans om eruit te springen vergroten. Een oude rot had mij geleerd dat ik niet hard genoeg kon schreeuwen in een aanvalsduik. Volgens hem gaf dat indianengehuil moed. Maar het allerbelangrijkste was dat door de spanning van de stembanden het bloed minder snel uit je hoofd wegstroomde en je daardoor minder last had van de blackout. Je moest jezelf goed in de hand hebben en meedraaien en je goed je plaats weten, zodat het escadrille als geheel een goede vechtjassenclub was die zijn werk goed deed. Je kunt namelijk een aanval doen en dan heel snel optrekken, maar dikwijls moet je heel diep doorduiken en daar heb je aan te houden. Maar dat valt soms niet mee. Als die wolkjes links en rechts om je neus, voor je neus komen langshuizen, dan weet je dus dat je in de vuurlinie zit. De Duitsers moesten door de constante bombardementen eindelijk terrein prijsgeven. Het hele front kwam in beweging en ze werden gedwongen om zich zelfs bij dag te verplaatsen. Wij begonnen samen met de Amerikaanse jachtbommenwerpers aan de volledige vernietiging van duizenden voertuigen en honderden geblokkeerde tanks. Zo rukten wij steeds verder op naar het noorden en het oosten. We gingen uit in Parijs en in Brussel en beleefden wilde avonden in cafés en nachtclubs.
België was een hemel op aarde na de moeilijke strijd in Normandië, waar we 40 tyfoons verloren. Tot ik op een ochtend werd wakker geschud. Vandaag zou de grootste luchtlandingsaanval van deze oorlog plaatsvinden. Onze taak was de batterijen van de beruchte luchtafweergordel bij Arnhem buiten gevecht te stellen. De bedoeling was dat alle escadrilles tegelijk de aanval zouden inzetten. Het startuur werd vastgesteld op 9:15. De wachttijd voor een operatie was voor mij, zoals altijd, de moeilijkste te verwerken periode. Het waren geen plezierreisjes, laat ik het zo zeggen. Dus vooral als je dan de doelen bekend waren en je enigszins een indruk had van wat je te wachten stond, nou, dan waren dat moeilijke uren. Je wist wel dat de risico's groot waren. En dat hadden wij, doordat we ook veel verlies hadden geleden, dat was dat wel bewezen. Het was dus niet zomaar dat je dacht, het zal allemaal wel meevallen. Meestal viel het niet mee. En als je dus er goed vanaf kwam, was er altijd wel een reden om 's avonds een extra borreltje te drinken. 64 tyfoons kwamen op gang. De wingcommander taxiede al uit en ik sloot mij direct daarachter aan. Steeds meer machines kwamen via de verschillende rolbanen naar het begin van de startbaan. Om zo min mogelijk tijd te verliezen, werd er gestart in formaties van 4. In steeds wijder klimmende cirkels draaiden wij om de basis om de later startende toestellen de kans te geven. Steeds groter werd de formatie en toen alle toestellen gestart waren, zette de commander koers naar noordoostelijke richting. Wij vlogen in een ruit. De formatie van 64 toestellen was de grootste waar ik ooit in gevlogen had en het was een machtig gezicht. Je moest zorgen dat je niet andere vliegers in gevaar bracht. Je moest dus heel zorgvuldig, ook met de doelen zoeken, zorgen dat je goed wist waar de anderen naartoe gingen, zodat je niet ineens met een zwaai gevaarlijke schoten kon afgeven. Het was mooi helder weer en 64 paar ogen speurden de hemel af naar vijandelijke toestellen, terwijl de commander de navigatie deed. Lukte deze aanval, dan was de bevrijding van Holland nabij. Bij Arnhem beval de Wing Commander de aanvalsformatie. De beruchte luchtafweerbarrage van Arnhem liet niet op zich wachten en overal om ons heen waren de zwarte wolkjes van exploderende granaten te zien. Met een zwaai naar links had de commander zijn duik ingezet en wij gingen naar achteraan. Ik had moeite om mijn ogen niet dicht te knijpen. Als ze op je schieten, heb je altijd de neiging om terug te schieten. Maar dan moet je wel echt wat hebben. En zij openden altijd het vuur op ons. Of we nou overkwamen vliegen naar een ander doel of dat we naar hun doken. Zij vuurden altijd. Toen ik uit een duik omhoog trok, hoorde ik een toffe klap. Ja, dat was dus de wraak van de Duitsers. En die hebben een stuk van mijn starter kapot geschoten. En dat had een directe reactie op de stuurknuppel. En gelukkig ben ik door blijven klimmen. En kon door blijven klimmen, maar ik moest wel snelheid minderen, omdat die anders niet te hanteren was. Hij begon zo te zwabberen dat ik het met de snelheid moest regelen om redelijk te vliegen. Maar daardoor bleef ik wel achter bij de andere lieden. Gelukkig dat ik zo licht geraakt was. Want voor hetzelfde geld hadden ze mijn motor kunnen raken en dan is het voorbij. Ik meldde de wing commander dat ik geraakt was. Hij gaf iemand opdracht om mij op te sporen en naar de basis terug te begeleiden. Een eenzame achterblijver was ten dode opgeschreven als er vijandelijke jagers zouden opdagen.
Een tyfoon kwam naast me vliegen en de piloot nam de schade aan mijn toestel op. Hij gaf mij het vertrouwenwekkende gebaar met zijn duim omhoog. Je haalt het wel. Ik geloof dat je eigen zekerheid, je eigen wil om te overleven, gewoon maakt dat je toch wel heel goed weet wat je doet in zo'n moment. Ja, het is een naar gevoel, maar godzijdank was het niet doorslaggevend. Voor de tegenpartij jammer, maar voor mij gelukkig. Dat was Arnhem voor ons. Een groot deel van de afweerkanonnen was buiten werking gesteld. De volgende dag kwam het bericht binnen dat Eindhoven bevrijd was. Het daarbij gelegen vliegveld werd onze volgende basis. De geruchten over de opmars werden steeds verontrustender. Wij werden regelmatig ingezet ter ondersteuning van de troepen die op de flanken van de opmarsroute in gevecht waren met de Duitsers en vooral ook op treinen in Duitsland die versterkingen richting Nederland aanvoerden. Dit werd afgewisseld met aanvallen op specifieke doelen, zoals vliegvelden, troepenconcentraties, veerponten en hoofdkwartieren. Het was een tijd van veel nieuwe gezichten en snelle promoties. Door het tekort aan toestellen moesten wij onze kisten delen met anderen. Een jonge piloot, die pas een week bij ons was, kreeg mijn toestel toebedeeld voor een vlucht en wegtaxiede hij met mijn machine. We hebben hem nooit teruggezien. Een jaargenoot van mij van mijn kostschool, die was priester geworden en die kwam ons opzoeken. Toen zei hij, binnenkort kom ik je toestel zegenen. Nou ja, ik kon moeilijk tegen hem zeggen dat we daar nog niet echt op stonden te wachten, want ik wou dat gebaar van hem niet onderschatten. Nou, daar kwam hij op een goed moment en een misdienaartje achterop en een wijwatersvat. Ineens stond iedereen buiten, zogenaamd te werken, maar iedereen stond te kijken wat er nou met dat toestel zou gebeuren. Nou, hij heeft dat toestel aan alle kanten gezegend. Enfin, toen is hij dus weer verdwenen. Maar toen is die jongeman die het eerst bij ons kwam, zijn tweede vlucht, die is verongelukt daar in Duitsland. Maar ik zat er niet in, dus dat had hij dan blijkbaar bereikt met zijn zegening. De Duitsers begonnen onder bar slechte weersomstandigheden een volkomen verrassingsaanval. Hun doel was een wicht te drijven tussen de Amerikanen en de Engelsen en door te stoten naar Antwerpen. Het weer was van dien aard dat de geallieerden hun luchtmacht niet meteen konden inzetten. Toen dat wel weer het geval was, verloren wij onze group captain. Op de morgen van de tweede kerstdag was hij bij het eerste daglicht samen met een andere piloot naar het Ardennenslagveld gevlogen om zelf polshoogte te gaan nemen van de alarmerende toestand. Hij werd neergeschoten. Dezelfde middag werd door de Wing Commander een vlucht naar de Ardennen georganiseerd. Er was een grote tankconcentratie waargenomen die een doorbraak van de geallieerde linies probeerde te forceren. Het was een mooie gelegenheid om wraak te nemen voor het afschieten van onze group captain. Ik werd aangewezen als nummer 2 van de Wing Commander. Een compliment. Maar de risico's van die positie waren mij zo langzamerhand wel duidelijk. De Wing Commander, dat is natuurlijk voor de vijand ook de meest belangrijke man. Die leidt de zaak, dus dat is de topman. En zoals veelal gebeurt, schieten ze te langzaam, bewegen te langzaam met hun kanonnen.
En dan krijg je als nummer 2 krijg je de volle lading. Dus dat was helemaal niet zo prettig om nummer 2 te vliegen. Zeker niet van de commandant. Want die commandant die nam dat doel, dus dan wisten ze dat de hele rest ook dat doel zou gaan beschieten. De Duitsers waren verrast door de weersverbetering en hadden geen kans gehad om veiliger posities op te zoeken. Ze zochten hun heil bij hun luchtafweer. Zoals altijd concentreerden zij hun vuur op de lijn die de leider aangaf en die ook door de anderen gevolgd werd. Toen wij onze duik hadden ingezet, zaten wij volop in de lichtspoor die omhoog kwam spuiten. Een enorme klap van een voltreffer deed mijn toestel compleet om zijn as draaien. Op een goed moment dook ik naar beneden, want ik kon hem niet met de snelheid waarmee ik toen vloog, kon ik hem niet hanteren. Hij was helemaal min of meer uit mijn handen geslagen. Maar toen hij naar beneden dook, kreeg ik veel meer snelheid en kon hem door die grote snelheid reageerde hij wel weer op de stuurknuppel. En zo ben ik, godzijdank, omdat ik ook nog in een dal vloog, een stuk dat lager was dan die hoogvlakte waar die slag plaatsvond, ben ik er levend van afgekomen, maar dat scheelde geen haar. Was ik op de grond te pletter geslagen. En eruit uitspringen had ik ook de kans niet toe. Ik heb het ook helemaal niet geprobeerd. Ik had geluk gehad dat er geen tank geëxplodeerd was. Een noodlanding met die grote snelheid was geen aantrekkelijk idee, maar ik had geen keus. Ik meldde de toren in Eindhoven dat ik het plan had een buiklanding te maken op de basis en kreeg het all clear. Ongeveer 10 kilometer van de basis zat ik op boomhoogte met 280 kilometer op de klok. Dit was bijna het dubbele van de normale landingssnelheid. Ik kon alleen nog maar hopen en probeerde, badend in het zweet, mijn toestel centimeter bij centimeter dichter bij de grond te brengen. Toen ik de prikkeldraadafrasteringen van de weilanden rakelings onder mij door zag flitsen en in de verte de zwarte streep van de startbaan links voor mij zag, hield ik alles vast in die positie. 50 meter rechts van de baan kwam ik heel laag over het gras binnen. Met mijn rechtervoet en linkerhand aan de stuurknuppel trok ik met mijn rechterhand de gashendel dicht. Met een afschuwelijk schrapend geluid donderde de machine over het gasveld op zijn buik en vleugels, waar stukken metaal van afscheurden. Als een slee op het ijs schoof de machine met grote snelheid door en stormde tot mijn grote schrik af op de controlewagen, die op het gasveld stond. Met mijn handen tegen het dashboard gedrukt zette ik mijn schrap voor de botsing en zag de mannen naar buiten springen. Maar mijn trouwe tyfoon vond het mooi geweest en kwam tot stilstand op zo'n 50 meter van de wagen. Ik heb de paar keer dat het noodzakelijk was, heb ik mijn toestel toch altijd aan de grond weten te brengen op eigen terrein. Veel geluk. Voor hetzelfde geld schiet je ze daar. We hebben eindeloos veel mensen verloren. Dus ik heb met die paar keren dat ik goed geraakt ben, heb ik veel geluk gehad dat ik thuis kon komen. Als je ziet hoeveel mensen er verongelukt zijn, als je die statistieken ziet van die tyfoons, dat waren grote aantallen. Omdat wij dus altijd in de luchtdoelartillerie zaten, omdat wij die grondaanvallen moesten doen. En vandaar dat ze ook vrijwilligers vroegen. Dus wat dat dan gaat, was tyfoonvliegen wel een gevaarlijk werk. De Duitsers deden een grootscheepse aanval op ons vliegveld en andere geallieerde vliegvelden op de eerste dag van het nieuwe jaar in 1945. Het was één grote chaos. Mijn tyfoon had het gelukkig ongeschonden overleefd. Godzijdank hadden wij geen doden en gewonden, waarin wij helaas een uitzondering waren. De aanval op Eindhoven had deel uitgemaakt van een massale Duitse aanval op de geallieerde vliegvelden in Nederland, België en Noord-Frankrijk. Om de Duitsers niet de indruk te geven dat we zware verliezen hadden geleden, werden
alles wat er nog kon vliegen, werd de lucht ingestuurd en die gaven verschillende namen op. Dus het was net voor die Duitsers die dan aan het afluisteren waren. Dan gaf een squadron dat bij wijze van spreken uit twee toestellen bestond. Die zei Dingo Formation, Form Up, alsof ze gewoon volle sterkte aan het vliegen waren. Zo probeerden wij die Duitsers weer te misleiden dat hun aanval mislukt was. Maar het was goed raak geweest hoor, daar. 2 weken na de grote aanval op de vliegvelden waren alle escadrilles weer op volle sterkte. Wij verhuisden naar Helmond. Het front lag nu min of meer stil en wij werden weinig meer ingezet als directe ondersteuning van het leger. Onze vluchten gingen nu diep Duitsland in. Begin februari maakten wij, tot ons verdriet, kennis met onze nieuwe vijand, de vlakval. De Duitsers wisten dat wij altijd treinen aanvielen. Dan hadden ze op een bepaald open stuk hadden ze een trein neergezet. En als wij dan een aanval deden, dan vielen ineens een stel luiken open en dan hadden ze daar kanonnen achter staan en dan gaven ze je de volle lading. Met 6 man waren wij op het rooster geplaatst voor de eerste ochtendshow. Ik had weer dat nare gevoel in mijn maag dat ik meestal had voor een vlucht. Ik maakte mij bij mijn kledingkast klaar en alle persoonlijke spullen gingen de kast in. Ik gordde mijn Webley revolver om, stopte mijn vliegkaarten in de schacht van mijn rechterlaars en pakte handschoenen, mijn parachute en mijn vliegkap. Met een stift had ik de veilige koers naar huis op mijn linkerhand geschreven. Ik was klaar en liep naar buiten. Mijn mechaniciëns stonden te kleumen bij de machine. Ik had de indruk dat zij dag en nacht werkten. 'S Nachts moesten zij om de zoveel uur de motoren opwarmen. Overdag moesten zij de machines direct na thuiskomst weer volledig uitrusten voor de volgende trip. De band met deze mensen was groot. De escadrillecommandant startte zijn motor. 2 aan 2 startten wij en klommen snel op achter hem aan door het wolkendek heen. Het was maar een dunne laag en wij gingen onmiddellijk over in de vingerformatie met de commandant en Johnny in het midden. Ken en Jimmy rechts en een beetje naar achteren. Don en ik links. Het was prachtig om boven de wolken te vliegen. De blauwe, vrieskoude lucht strekte zich eindeloos voor ons uit en de over de wolken scherende groen-grijze vogels verstoorden die pracht niet. Behalve de commandant die de navigatie deed, zochten 5 paar ogen continu het luchtruim af. Een vroege waarschuwing kon net het verschil tussen leven en dood betekenen. Ofschoon ik mij niet kon verheugen op dat wat ons daar te wachten stond, had ik toch ook dat gevoel van spanning voor de jacht. Oorlog voeren was glashard en je moest vooral niet te veel denken aan straks. Denken maakte je mentaal kapot. Je leefde of je was dood. Daarom geen toekomstdromen, geen grote liefdes. Happy go lucky, kerels. De indruk die wij maakten op de meisjes waarmee we uitgingen, zal wel niet geweldig geweest zijn. Ja, je had niks te bieden. Ik bedoel, de kansen dat je het zou overleven waren redelijk, zeg nog maar 50%. Maar je was dus niet erg serieus in je omgang met vriendinnen. Nee. De Duitsers lieten zich niet zien en ik genoot van het prachtige weidse en vredige uitzicht boven de wolken. Zo zou de hemel eruit kunnen zien. Maar onder de wolken was de ware hel. Het bevel van de escadrillecommandant betekende het einde van onze rustige uitvlucht. En al snel doken wij in dichte formatie door de wolken. We gingen direct weer over in de vingerformatie om de luchtafweer minder trefkans te geven. Van tijd tot tijd werden we achterna geschoten. De commandant meldde een trein, riep ons op dekking te geven en ging met Johnny tot de aanval over. Hij deed zijn traditionele aanval op de locomotief schuin naar voren. Het was prachtig geraak. In een wolk van stof en witte stoom liepen de locomotief en een aantal wagons uit de rails.
In de oude formatie gingen wij verder en vonden op de weg parallel aan de spoorlijn twee vrachtwagens. Ken en Jimmy kregen opdracht daar wat aan te doen. De achterste wagen stopte en wij zagen poppetjes eruit springen om dekking te zoeken, terwijl Ken de wagen onder vuur nam met zijn kanonnen. Bij Oldendorf kreeg Don zijn kans, toen hij daar een grote vrachtwagen ontdekte. Hij kreeg toestemming voor de aanval en terwijl de anderen boven bleven, doken wij tweeën op ons doel af. Uit de omgeving kwam vlak naar boven, maar het was weinig accuraat en belette Don niet de vrachtwagen de volle lading te geven, waar ik nog het mijne aan toevoegde. Wij zigzagden omhoog om de vlak zo min mogelijk kans te geven. Een paar minuten later zagen wij nog een trein en Ken en Jimmy kregen weer opdracht voor de aanval. Zij doken naar beneden en toen brak de hel los. Uit de hele omgeving kwam vlak omhoog spuiten. Terwijl wij boven zigzaggend de vlak probeerden te ontwijken, doken de twee tyfoons al vurende met hun kanonnen en rockets op de trein, die door verschillende vlakwagens verdedigd werd. Een enorme steekvlam kwam uit de eerste tyfoon, die vanuit de duik in een wanhopige klim overging. Over de radio kwam: "Ik ben..." En dan niets meer. De brandende tyfoon stond stil in de lucht, dook als een brandende fakkel loodrecht naar beneden en explodeerde op de grond. En toen gebeurde het ongelofelijke. Vlak bij het wrak zagen wij heel even een kleine witte paddenstoel die maar enkele seconden in de lucht zweefde. Wij moesten maar hopen dat Ken niet gewond was, maar het maakte het drama dat wij zojuist hadden zien afspelen minder erg. We formeerden ons opnieuw en met ons vijven koersten we naar Paderborn. Don en ik hadden nog al onze rockets. En toen heel in de verte een trein gemeld werd, was het onze beurt. In de hoop dat zij ons nog niet gezien hadden, spitsten wij ons af. We zagen de trein ineens recht voor ons en Don mikte op de locomotief, terwijl ik de eventuele vlakwagen, die meestal daar vlak achter zat, onder vuur zou nemen. Min of meer tegelijk openden we het vuur, terwijl wij naar de trein doken. Maar de Duitsers waren niet verrast. Een regen van lichtspoor kwam ons tegemoet. De opstelling van de vlakwagens was niet achter de kolenwagen, maar in het midden en aan het einde. Het was te laat om ze nog in mijn vizier te krijgen. Don, die zijn rockets op de locomotief afvuurde, werd door een voltreffer geraakt en dook links van mij brandend in de grond. Als we onverwachts uit de lucht waren gekomen, maar ze hadden dus duidelijk rook uit die locomotief laten komen om onze aandacht te lokken. Dat was zo goed gelukt. Ik hoorde de commandant de andere aanvalsopdracht geven. Terwijl ik zelf voor de vlakwagen in het midden ging, werd de achterste door het andere drietal onder vuur genomen en de afweer stopte met vuren. Helaas hadden zij nog kans gezien Johnny door zijn staart te schieten. Wat er aan rockets over was, werd gebruikt om zoveel mogelijk schade aan de trein aan te richten. Bij een van die aanvallen kwam ik vlak over het brandende wrak van Don's toestel. De commandant riep mij op om te formeren en we zetten met z'n vieren koers naar huis. Wij klommen weer door de wolken. Boven scheen de zon en alles was nog even blauw als drie kwartier geleden. Ik was kletsnat van het zweet en voelde mij te beroerd om me nog voor iets te interesseren. Je voelde je zo hopeloos als je daar een goede vriend zag verongelukken. Dat mooie weer en alles geen indruk meer maakte. Nee. We daalden langzaam door de wolken en zagen Helmond in de verte liggen. 5 minuten later stonden we aan de grond. De plaatsen van Ken en Don bleven leeg en de mechaniciens liepen wat verloren rond en probeerden via onze mechaniciens te weten te komen wat er was gebeurd. De escadrillecommandant liet hen weten dat het wegblijven van de twee kisten niet te wijten was aan storingen. In de 10 maanden die ik sinds Normandië bij dit onderdeel vloog, verloren wij meer dan 130 machines. De piloten hadden geluk als zij boven hun eigen grondgebied eruit konden springen of een noodlanding konden maken en pech als dat in vijandelijk gebied plaatsvond.
Maar de echte pechvogels waren de 65 man die met hun machines ten onder gingen. Ja, als je dus zo lang bij zo'n onderdeel bent en je ziet dat allemaal om je heen gebeuren, dan zeg je, wanneer is het mijn beurt? Het was een rare periode. Iedereen kon op zijn klompen aanvoelen dat het einde in zicht was. Iedereen, behalve de Duitsers. Voor iedere meter moest gevochten worden. Ik kreeg opdracht om met de escadrille een aanval te doen op het vliegveld in Flensburg. Wij dachten dat die Duitsers zou proberen te ontsnappen naar Noorwegen en dat dan van daaruit de oorlog zou worden voortgezet. En toen heb ik opdracht gekregen om daar die aanval te doen. Het was 4 mei, een prachtige dag, toen wij 's middags met z'n 12 uittaxieden. Ik had mijn aanvalstechniek met de jonge lui besproken. Wij zouden tot 4 kilometer hoogte gaan vliegen en vroegtijdig in de aanvalsformatie overgaan. Onderweg werden we begeleid door zware vlak. Snelheid was onze enige kans. Ik opende het kanonvuur en toen de kogels het eerste toestel raakten, schoot ik in snelle successie. 4 paar rockets te midden van de rij kisten. De snelheid was zo groot en de zwaartekracht zo sterk, dat mijn toestel een geweldige schok kreeg van de laatste 2 rockets die onder mij explodeerden. De hoeveelheid rook boven het vliegveld liet geen twijfel over het succes van de aanval. Op dat moment kreeg ik de urgente order onmiddellijk naar de basis terug te keren. En toen we thuis kwamen stond die champagne klaar op de jeeps, omdat de oorlog beëindigd was. En zo heb ik de laatste vlucht van ons onderdeel gevlogen van die oorlog. When they begin. Alle andere escadrilles waren allang aan het feest vieren gegaan, maar bij ons hadden ze gewacht tot wij thuis waren. In een mum van tijd was er een geweldige stemming. Met mijn 50 glas in de hand liep ik naar de parkeerplaats waar mijn trouwe tyfoon geparkeerd stond. De zware bullebak, overgoten door de late zonnestralen, stond daar eenzaam. Geen mechaniciens die zorgzaam alles in orde maakte voor de volgende vlucht. Met blokken voor de wielen, cockpit gesloten, was het stil om hem heen. Ja, daar stond hij dan. En toen heb ik hem wat champagne in zijn grote bek gegoten en afscheid van hem genomen. En dat is ook het laatste wat ik aan tyfoons gezien heb. Het was een afscheid voorgoed, want nadien heb ik nog veel gevlogen, maar niet meer zo prettig en mooi als in de tyfoon. Nee. Een prachttoestel. Geluisterd naar Robbie en Tiffy op avontuur van Alwine van Heemstra. De bewerkte boekfragmenten uit Het Doel Bereikt werden gelezen door Frits Philips. Montage Willem Davids, muziek Hugo van Heemstra, eindredactie Vincent van Merwijk. U kunt het programma nabestellen. Maak €8,50 over voor een cd of €7,50 voor een cassettebandje op Giro 66888 ten name van de RVU in Hilversum en vermeld daarbij Robbie en Tiffy op avontuur. Meer informatie vindt u op rvu.nl.